Wedden dat je dit nog nooit hebt gebruikt in WhatsApp? Bring it on. In plaats van in een WhatsApp-groep een vraag te stellen en 20 verschillende antwoorden te krijgen, kan je gewoon een peiling opstellen. Je stelt een vraag, je stelt enkele mogelijke antwoorden voor en het enige wat de mensen in de groep moeten doen is stemmen. Je kan ook zien wie geantwoord heeft en wat ze gestemd hebben, dus het is eigenlijk de ideale manier om af te spreken of om eens een dilemma in de groep te gooien.